Dit hier is de X-Tool D1 Pro 20 watt laser. Een hele mond vol. En op dit moment is deze 20 watt laser de krachtigste diode laser in zijn klasse. Maar wat kan je hier nu eigenlijk mee? Het doel van deze video is om jou een eerlijk beeld te geven van wat er met zo'n laser kan. Dus ik heb een hele reeks aan materialen gesneden, of geprobeerd te snijden in ieder geval. En ik ga jou laten zien wat er wel en wat er niet kan. We gaan beginnen, 3 mm dik, zacht multiplex. Dit multiplex zat bij de lasersnijder, dus ik ga ervan uit dat dat wel moet lukken. Dit is hem, eens kijken of hij los zit. Dit is best wel goed gelukt, dan zeg ik het zelf. De gravering kan nog wel beter, je ziet het zeker hier bij die lettertjes. Daar is het gewoon een beetje viezig geworden. Ook wel misschien omdat het zo klein is allemaal. De randjes, die zijn wel echt gewoon... mooi, ik krijg niet hele zwarte vingers, het is niet helemaal verkoold. Een van de andere houtsoorten heb ik nu, deze is wat harder. Kijk hoe dat gaat. Wat er ook gaande is, is dat de hele werkplaats blank staat van de rook. Ik heb nog maar die twee kleine dingetjes gesneden. En overal hier is rook, want ja, de machine is gewoon open, die heeft geen afzuiging. Dus, tja, dat is niet helemaal ideaal. Dus ik ga de deur even openzetten, ventilator erin. En dan kijken of dat een beetje helpt. Eens kijken, tadaa, best wel goed gelukt. Je ziet nog steeds wel dat die hierboven, die letters zijn hier ook best wel donker. Dat komt doordat ook gewoon die rook van het verbranden, dat slaat daar neer. Dat kan je oplossen trouwens met speciale laser maskeertape. Dus dan plak je er wat tape op je ding, op je hout, voordat je het gaat graveren. En dan na het graveren houdt dat er weer af, is het veel schoner. Dat heb ik niet en dat is nu ook niet de test. Je zou het ook gewoon een beetje kunnen opschuren, dat scheelt natuurlijk ook wel weer. Maar dit is een prima resultaat. Oh, en als je nou zelf ooit dit soort testen aan het doen bent, doe jezelf een plezier. En schrijf dan op je deeltjes wat je daar gedaan hebt qua instellingen. Dat kan je toch een keer terugvinden. Als je zo kijkt, hier hebben we de verschillende sampletjes. Het snijden is bij allemaal eigenlijk wel goed, daar ben ik wel heel tevreden over. Oep. En dat graveren kan je dus een beetje kiezen hoe je dat wil hebben. Ik denk dat ik deze het mooiste vind, maar dat hout is van zichzelf ook al wat lichter. Dus dat, ja, tekent gewoon wat beter af dan wanneer het hout al wat donkerder is. Dunne meegeleverde stukjes hout, die lijken wel te werken. Niet zo gek ook, anders staat het er niet bij. Maar ik heb ook nog wat andere stukjes hout gepakt. 9 mm MDF. Zal het zijn, ook een goede 9 mm eikenhout. Hardhouten multiplex. Millimeter of 3, 4 en 12 mm berken multiplex. Laten we eens gaan kijken. Eerst van deze houtsoort is 3 mm dik hardhouten multiplex, gewoon van de bouwmarkt. Ik ben begonnen hier met 1 pass op dezelfde settings als het andere harde multiplex, maar dat bleek niet genoeg te zijn. Dus toen heb ik diezelfde settings gebruikt, alleen dan 2 keer eroverheen. Dan gaat hij er wel doorheen, maar nog steeds niet helemaal en echt heel mooi ziet het er ook niet uit. Wellicht is dit materiaal gewoon niet zo heel geschikt om te snijden. De volgende die ik heb is 9 mm dik MDF. Ik had deze dus echt even niet aan zien komen. Dit moet je zien joh, dit is echt prachtig. Het is natuurlijk wel verbrand aan de randjes, want ja, laser. Maar... ik had niet verwacht dat hij dit ging kunnen. Zeker niet. Heel vet dit. Verschillende sampletjes om te kijken wat naar de beste settings zijn. Ik denk dat dit ze zijn. Na het succes met de MDF begon ik vol goede moed aan het 9 mm berken multiplex. Maar die sfeer werd al snel niet. Oké, hij heeft gesneden. Maar de achterkant is nog geen enkel spoor zichtbaar. Ik heb nu 5 passes gedaan. Dat we eens even op de lint zijn gaan kijken hoe diep we eigenlijk gekomen zijn. Of het zin heeft om überhaupt verder te gaan. We zijn tot 2/3 gekomen. Ja. Laten we eens gewoon even kijken wat er gebeurt als we 8 passes doen. Het ruikt hier inmiddels behoorlijk naar een lekker haardvuurtje. Ik heb hem nu met heel veel passes aangezet.
Ja. Maar of het echt... ja, nee. Nee, gewoon niet. En dan alweer de laatste van deze houtsoorten en dat is 9 mm dik solide eiken. Ik had hier niet zo heel veel verwachtingen van, maar wie weet. Omdat dit toch ook weer wat anders is dan het multiplex, heb ik besloten deze ook te graveren. En als je zo ziet, lijkt dat op het eerste gezicht heel erg mooi te worden. De gravering is in ieder geval mooi. Oeh, weer zo'n mooie verrassing. Niet zo mooi als het MDF, maar zeker de moeite waard. Nou, eigenlijk is het best wel mooi gesneden. Best wel dik en best wel hard hout. Daar snijdt hij gewoon doorheen. Ik ben best wel impressed met deze machine. Eigenlijk. Ja, zeker. Voor hout, dit soort dingen. Best wel tof. Eikenhout onderzetters bijvoorbeeld. Oké, dan hebben we hout nu wel redelijk gehad. Laten we eens kijken wat het kunststof gaat doen. We beginnen met wit. Wit is best wel moeilijk, want wit dat reflecteert meer dan het opneemt. Zwart kunststof is eigenlijk het makkelijkst, maar we gaan voor wit. Ik heb de standaard settings, ik ga bij de eerste de air assist niet aanzetten. Kijken wat er gebeurt. Het graveren is nu bijna klaar, maar ik zie echt helemaal niks van het gegraveerde. En hij is nu aan het snijden. Kijken hoe dat gaat. Van het graveren zie ik, nou je ziet het in de reflectie, echt letterlijk helemaal niks. Ik voel ook niks. Oké. Okay. En het snijden met de standaard settings. Ja, nee. Ze ook niet echt. Eens kijken of dat beter is. Het feit dat die er nog in zit, dat zegt al wel wat. Ik kan het nog een keer proberen met nog een paar passes. Dat we gewoon, dit waren 3 passes op 100% vermogen, best wel langzaam. Wat er gebeurt als we daar bijvoorbeeld 5 of 6 van maken. Kijk of die dan wel loskomt. En kijk hoe het er dan uitziet. Hij kan eruit. Het snijden van het witte plexiglas is nu uiteindelijk met 5 passes wel gelukt. Maar als je zo ziet, is het zeker geen mooi oppervlak. Maar ik had ook nog een stukje oranje plexiglas. Dus ik heb diezelfde testjes daar ook mee gedaan. En daarmee lukte het al om met 3 passes door het plexiglas heen te komen. Dat scheelt best wel een hoop. Zo zie je dat de donkere kleuren wat meer van de laser opnemen en dus ook makkelijker snijden. Zwart zou nog wat makkelijker moeten gaan dan dit. Maar even goed, ze snijden allebei. Alleen, als ik heel eerlijk ben, vind ik de kwaliteit niet denderend. Het onderste is met de lucht. En daar zie je ja, heel duidelijk dat het daar niet beter voor wordt. Het is hier gewoon niet zo mooi. Terwijl hier de bovenste helft van deze, met lucht en zonder lucht, is wel best wel netjes. Alleen als je daarentegen dan weer naar de onderkant gaat kijken, dan zie je toch ook hier en hier gekke plekken waar het materiaal dan toch weggesmolten is. Ook zie je helemaal zo'n lijn lopen zo. Dus het gaat wel, maar ik ben niet enthousiast. Voor wit zijn die effecten eigenlijk alleen nog maar heftiger. Het is lastiger te zien op camera, maar het is gewoon niet zo mooi. Ik vind het heel frustrerend dat ik niet op dezelfde resultaat kan komen als dat ze claimen. Kan natuurlijk. Maar zij hadden het met zwart plexiglas. Dus ik heb speciaal voor deze test nog 3 plaatjes zwart plexiglas besteld. Ik heb 3 mm, 5 mm, 8 mm. Laten we ze om te lezen gooien en kijken wat er gebeurt. Het idee van het zwarte plexiglas is dat zwart natuurlijk veel meer licht opneemt. Dat zie je ook in de zomer, dat de zwarte dingen buiten veel heter worden dan witte dingen. Datzelfde zou moeten gelden voor de laser. Hij gaat er dus wel in 1 pas doorheen en je kan hem eruit halen. De 3 mm gaat heel erg goed en dat geeft me goede hoop om ook met de 5 en de 8 mm dikke plaat nog eens te gaan testen. Zwart plexiglas maakt dus het verschil. Dit is 8 mm dik en dit heeft hij gewoon prima gesneden. Je ziet wel wat... wat laagjes erin van de verschillende passes die hij gedaan heeft. Maar
Even goed, zwart plexiglas 8 mm werkt gewoon. Ik zou dat niet heel vaak doen, maar zeker dunner, dat kan wel. Ik heb ook gekeken air assist versus geen air assist. En zoals je hier ziet, de bovenste twee die zijn dus met de air assist aangesneden. En dan zie je dus dat het bovenste randje, wat tijdens het snijden onderkant was, niet zo heel mooi wordt. Deze daarentegen, die zien er wel heel strak uit. Het zit hem erin dat die laserstraal die snijdt er doorheen en die warmt het ook op. En als die er gewoon doorheen straalt zonder die lucht, dan polijst hij het ook een beetje met die warmte van die straal. En als die lucht erbij zit, dan is het kouder en doet hij dat niet. Simpel, maar zo werkt het dus. Dus, dat verandert dingen een beetje. Plexiglas, zolang het maar donkere kleuren zijn, zwart bijvoorbeeld, een donkere kleur, dan gaat het. Lichte kleuren, meh, minder. Oké, door met het volgende. Ik heb deze test ook nog een keertje gedaan met een stukje zwart pom. Dit is ongeveer 9 mm en zoals je ziet snijdt het wel. Het brandt wel heel erg in mijn ogen in de werkplaats en verder had ik een gelaatsmasker op. Maar het smelt ook meer dan dat het brandt eigenlijk lijkt het wel. Dus er zit een helemaal een smeltrand rondom. Gaat wel, vind ik niet zo mooi. Ik denk dat we het snijden wel redelijk gehad hebben en ik moet zeggen, best wel verrassende resultaten. Ik had het niet verwacht. Ja. Best wel cool gewoon eigenlijk. Maar ik heb nog een aantal andere materialen ook waarvan ik weet dat snijden hem niet gaat worden. Glas. Gelakte metalen plaatjes die speciaal gemaakt zijn om te graveren. Dan heb ik nog deze rubber plaat. Volgens mij is het siliconenrubber, maar ik weet dat niet helemaal zeker. Een stuk kurk, niet al te dik. Deze zouden we ook nog wel moeten kunnen snijden denk ik. Aluminium debond paneel. Dit is kunststof met aluminium. En daarop is een lak aangebracht. En die lak die wil ik weggraveren. Een gewoon aluminium plaatje. En dan nog een plaatje RVS. En hier zit al een kleine hint op, want ik heb het al een keer geprobeerd. Laten we gaan kijken of we die kunnen graveren en hoe dat werkt. Ik was hier vergeten de laser opnieuw te focussen na de vorige test. Daarom zie je dat hij ook wat hoger van het object afstaat. Evengoed is het resultaat best wel heel mooi geworden. Was ook wel te verwachten, want deze zaten erbij om te graveren. Maar goed, even goed, een mooi resultaat. Voor glas was er geen standaard setting bij de machine, dus ik heb hier de setting van de rubber mat genomen. Ja, je moet ergens beginnen. Op het eerste gezicht ziet dit er best wel heel goed uit. Ik moet natuurlijk nog wel die zwarte verf eraf halen en dan kunnen we het pas echt goed bekijken. Het lijkt alsof dit behoorlijk mat glas is geworden. Oeh, dat is daar ook toch wel gaaf. Het is toch ook wel een mooi effect zo vanaf de achterkant met dat zwart. Mocht je nou willen weten welke settings ik gebruikt heb voor de succesvolle test, kijk dan even op mijn blog. Daar heb ik een tabelletje neergezet met de materialen die ik gedaan heb, welke gelukt zijn, welke niet gelukt zijn en welke settings daar dan succesvol waren. Voor de rubbermat heb ik ook weer de instellingen van de rubbermat gebruikt. Zoals je ziet graveert dit best wel heel erg mooi. Het stinkt wel, maar je krijgt wel een hele mooie verdiepte laag, zodat je dit bijvoorbeeld kan gebruiken om stempels te maken. Ik heb ook nog geprobeerd om gewoon NBR rubber te laseren. Dat kan wel. Er staat ook op internet dat het gewoon moet kunnen. Maar het stinkt heel erg, het rookt heel erg. Dus ik vond het zeker zonder afzuiging geen aanrader. Van deze kurkplaat leek het me leuk om wat onderzettetjes te maken. Met mijn logo erop, lijn eromheen snijden, kijken hoe dat gaat. Voor het graveren stonden de standaard settings in, maar voor het snijden niet. Dus ik had hier in eerste instantie de settings voor hout genomen. Ja, dat was dus de flame sensor. Dat was iets te langzaam. In de tweede poging heb ik hem wat sneller laten snijden. En dat lijkt best wel succesvol. Super cool hoe je dus op zo'n simpele manier dit soort onderzetters kan customizen. Met je naam, je bedrijfslogo, de naam van de mensen die jarig zijn op een feestje. Wat je maar wil. Dit is best wel gaaf. Niet zo heel verrassend, want ja, we hadden het visitekaartje ook al gezien. Maar ook dit, het debond met de verf erop, kan je dus prachtig graveren. Super leuk voor als je type plaatjes wil maken of naambordjes of ja, dat soort dingen. Moet je zien, het RVS, dat graveert dus best wel heel erg mooi. Ik heb hier niks aan gedaan, dit is gewoon puur het RVS met de laser erop. En zoals je ziet, komt daar dus een mooie gravering uit. Het kan zelfs nog donkerder,
moet je de laser gewoon wat langzamer laten gaan. En dan krijg je nog een donkere kleur dan dit. Aluminium? Nee, dat graveert eigenlijk niet. Het is wel mogelijk om aluminium te graveren, maar dan moet je een speciale spray hebben, een graveerspray. Daar zit een goedje in en dat reageert dan met het aluminium, als ik het goed heb, op het moment dat die laser erop zit. Ik heb ook al met verf geprobeerd, dan brand je wel een soort van die verf erin, maar zo gauw je er dan met remmenreiniger overheen gaat, is de verf eraf. Dus, voor aluminium zou je speciale spray moeten hebben. En deze was ik zelf wel heel benieuwd naar. Kan je met de laser het roest en vuil van oude tools afhalen? Ja, kijk, het werkt dus wel een soort van. Het logo staat er wel in, maar ja, dit was zwart en volgens mij heeft hij nu gewoon het metaal ook weer donker gemaakt, waardoor het niet super goed zichtbaar is. Maar het kan dus wel. Dan is het nu tijd om door te klikken naar de volgende video. Ik heb hier een andere gave tool review voor je klaargezet en hier een cool project. Zie je daar!